Dzień dobry. Op vele verzoek doen we vandaag de collection review van een Poolse spits. Niet alleen omdat ik zelf ook Pools ben, ik ben Jasper Antek Lijvering, maar ook omdat dit een van mijn favoriete voetballers is, zeker van dit moment. En uiteraard hebben we een gepast drankje erbij. Van de heren van Batra Vodka hebben we AVW Amsterdam Vintage Vodka. Dus dank jullie wel daarvoor. Ik heb er een tyfus hekel aan. Maar voor de video doen we natuurlijk alles. Na zdrowie. Ik denk dat onze gemiddelde volger niet echt de culturele verdieping kent. Dat ze van Polanski of van Chopin hebben gehoord. Dus laten we er even van uitgaan dat dit de bekendste Poolse man uit de historie is. We hebben het over de spits van Bayern München. En ik heb zijn collectie hier voor me. Nou ja, het is de rijkste Poolse atleet. Hij heeft een salaris van rond de 25 miljoen euro per jaar. We weten dat hij dat graag uitgeeft aan mooie dingen. Een Ferrari-collectie bijvoorbeeld. Maar vandaag kijken we enkel naar zijn horloges. Vorige keer deden we dat met Zlatan en heel veel mensen commenten dat we Robert onder de loep moeten nemen. Dus bij deze gaan we dat doen. Mijn collega heeft ze hier voor ons uitgestald. Jullie krijgen ze in beeld te zien. En ik ga zowel wat informatie als mijn mening geven over zijn keuzes. Dit is de eerste voetballer waarbij Rolex niet in zijn collectie wordt vertegenwoordigd. Slechts twee merken. En één daarvan is een merk dat werd opgericht in 1839 door twee Poolse heren. Niet ontoevallig, denk ik. De zakenman Francis Čapek en Anthony Patek waren van Poolse komaf. En zij richtten Patek Philippe op. En het eerste horloge wat we gaan bekijken is de 5167. Eigenlijk het instapmodel voor Patek Philippe. Het heeft een retailwaarde van nog onder de 20.000 euro. Ja, toen dit in de Poolse media verscheen, want hij draagt hem hier op een persconferentie voor Polen. Ja, toen de media daar lucht van kreeg, werd er schande van gesproken. Want voor dit bedrag, omgerekend in zlotys, kon je ongeveer een mooi huisje kopen. Een klein appartementje, wel buiten de stad weliswaar. Maar dat droeg je dus om zijn pols. Dit is eigenlijk het instapmodel onder de aquanauten zelfs. Dus zonder complicaties, op de rubberen band, de 5167, de moderne interpretatie van de allereerste 5065. En dit horloge kent een huidige waarde van ongeveer 35.000 euro. En het is uiteraard een sportief horloge en daarom ook geliefd onder voetballers. Al wil je die 5167A, dus in het staal, minder vaak ziet dan bijvoorbeeld de roze gouden variant of de gecompliceerdere modellen met ook een hoger prijskaartje. We blijven bij de aquanaut en wederom staal. De 5968 werd uitgevoerd vanaf 2018 en heeft oranje details. Ja, dit is wederom dus een stalen model, echter wel met de complicaties. Vergelijkbaar qua design op de wijzerplaat met de 5980, want het is een chronograaf. Maar alle subdials zijn bij elkaar gepropt in de sub op de 6 uur positie. Heeft daarnaast een datumfunctie. Heel tof model. Vooral als hij op een rubberen band komt in het oranje. En die heeft Lewandowski om hier. Hij komt zowel op zwart als op oranje rubber. En op oranje vinden we natuurlijk het vetst. Ja, een pol met een oranje sausje. Het lijkt een beetje alsof ik in de spiegel kijk. Nou, zijn eerste twee horloges waren dus allebei aquanauten. Beide gaan rond dubbel retail. Dus de 5968 met een retailwaarde van 40 doet ongeveer 80-85k in de handel. We gaan nu over naar een ander supergewild voetballershorloge. De Nautilus. De 5726 is wel een minder gebruikelijke keuze. De 5726 is die met de moonface en met dag-datum-complicatie. Levy heeft hem. Retailwaarde van 40.000 euro. Maar dit is ook de Nautilus die gelijk het meest heeft geschommeld in prijs. Omtrent de geruchten dat ze discontinued werden, schoot hij ongeveer een jaar geleden door naar 100.000 euro. Nou ja, de vorige die we hebben verkocht, die ging voor 75.000 euro. De prijs is nu wel gestabiliseerd. Hij heeft dus die grijze plaat die inderdaad nu gediscontinued is. Hij komt echter alleen nog op het leer. Maar hij heeft hem op die geïntegreerde stalen band. Super gaaf horloge in 41 mm. Wederom een Nautilus. Wederom dezelfde complicatie als we zagen op de 5968, alleen dit keer is het de 5980. Roze-gouden Nautilus. De roze-gouden Nautilus is er twee variaties, dan wel op leren band als op die geïntegreerde gouden band. Wat ik toffer vind aan die leren band variatie is niet de leren band, want dat vind ik juist minder mooi. Ik vind alle Gerald Genta designs
met de geïntegreerde band veel toffer. Maar die leren band heeft een contrasterende subdial. En die 5980R op metalen band, die heeft een ton sur ton chocolate dial. Dat vind ik iets minder tof. We hebben ze wel veel gehad. Ze gaan ook weer rond dubbel retail. Moet je uitgaan van rond de 120.000 euro. Nou ja, de vorige die ging voor 130. Een beetje tussen 120 en 135 verhandelen we ze. Tof horloge. En hij heeft hem regelmatig om. Onder de Patek Philippe is dit het horloge wat hij het frequentst draagt. Maar het lijkt erop alsof zijn hart nog meer uitgaat naar een ander merk van de Holy Trinity. Namelijk Audemars Piguet. En dan starten we met zijn eerste aanschaf met betrekking tot AP. De 26320 is ook in het roze goud. Dus net als die 5980 heeft een stuk lagere waarde, namelijk rond de 35.000 euro. En dit komt voornamelijk dus omdat die uitgevoerd is op een leren band in dezelfde kleur als de wijzerplaat. Namelijk zwart heeft verder de bekende subdial layout op de wijzerplaat. En uiteraard die datumfunctie tussen de 4 en 5 uurs positie. Ik vind dit zelf niet zo'n heel mooi horloge. Het is een beetje hit or miss met die leren banden. Het is of een klassieke dresswatch of een toolwatch. En dit is een beetje allebei net niet. Maar hij maakt het gelukkig goed met de volgende rode oogchronograaf die hij heeft. En dat is de 26331ST. En de variatie die we hier voor ons hebben wordt de Panda genoemd. Uiteraard omdat hij witte plaat heeft met zwarte subdials. De datumfunctie op dezelfde positie. En 41 mm metend in dezelfde price range als de voorgenoemde 26320. Dus zou ik altijd voor die 26331 gaan. Die ik een veel cleanere look vind hebben. En veel meer in de trant van Gerald Genta. Krijg je toch dorst van, hè? Heerlijk. Je blijft zitten. Ik drink dit bij mijn ontbijtgranen. Heerlijk spul. Oké, de rode Oak Perpetual Calendar zie ik hier vormen. Volgens mij is het een 26579 CE. CE staat voor ceramic. Dus de hele kast is uitgevoerd van keramiek. Zowel in het zwart als in het wit uitgevoerd. En dat vind ik echt heel tof. Niet die blacked out PVD of DLC coated bullshit kasten. Die zowel Rolex als Patek ook nooit hebben gemaakt. Maar sommige mensen laten dat aftermarket doen. Afgrijzelijk. Nou ja, Audemars Piguet is een stuk minder conservatief. Dus heeft ze gewoon vanuit de fabriek zo geleverd. Maar dus volledig ceramic gemaakt. Dit horloge heeft ongeveer een waarde van een halve ton. Of anderhalve ton op de markt. Dus reken dat maar om in zloty. Ik vind het sowieso een gaaf model in het zwart. Alhoewel die moonface er veel minder uitspringt doordat het donkerblauw op dat zwart een beetje doodslaat. Dus dat vind ik wel wat jammer, maar een heel tof horloge. Leuk dat het volgende horloge in de lijst staat. Ik zag het hem al dragen op het voetballersgala. Nou ja, hij heeft geen vintage horloge. Hij heeft ook geen dresswatch op deze na dan. En dit is de Remaster 01. Dus het is een chronograaf die Audemars Piguet heeft uitgegeven in 2020. En er zijn 500 pieces van gemaakt en is gebaseerd op de referentie 1533 die uit werd gevoerd in de jaren 40. Dus je zag je een beetje tussen 40 en 45, als ik het goed heb, zag je die op de markt komen door Audemars Piguet. Is een klassiek model met een soort champagne wijzerplaat, roze gouden bezel en pushers, maar stalen luxe. Nou ja, dat hebben ze allemaal gehouden, dus esthetisch gezien is hij heel vergelijkbaar. Echter is hij nu 40 mm en hij heeft een automatisch uurwerk waar het originele exemplaar een handopwind uurwerk heeft. Ik snap dat hij deze heeft gekozen als je niet beter weet. Maar zijn portemonnee kan ook de originele aan. Deze heeft een waarde van 1/10 ongeveer van de originele. Deze kost 35.000 euro. Maar ik had het toffer gevonden als hij voor een vintage had gekozen. Dat kan hij ook zeker betalen. Dus wellicht voor in de toekomst een mooie toevoeging voor jouw collectie, vriend. Oké, we gaan nu naar een horloge die ik een tijdje geleden in mijn hand heb gehad. En die we ook hebben verkocht. En dat vond ik echt een heel bizar horloge. Het is de 26522ST, de Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon. Bizar horloge die uitgevoerd is in een ultra thin case. Dus de reguliere kast van een 5402, die dikte, maar met een tourbillon uurwerk erin. Is hartstikke knap gemaakt natuurlijk, maar dit is zonder twijfel de meest opvallende. Er zijn verschillende materialen gebruikt voor dit horloge. Althans, ze zijn uitgegeven in verschillende materialen, verschillende configuraties, met verschillende kleuren wijzerplaat. Maar zonder meer is dit het bizarste. Namelijk een paarse wijzerplaat met niet zomaar een tapisserie dial, maar de Sunray Evolutive Pattern. Dus een tapisserie die niet gewoon hetzelfde blijft, maar een soort heel dynamisch groter wordt naar de zijkant van de wijzerplaat. Volgens mij hebben we hem verkocht voor net iets boven de 120.000 euro, wat ongeveer de listprijs was. Nu zijn ze gestegen naar 170.000 euro. Volgens mij kun je daar in Polen een volwaardige villa van kopen. Dus eat your heart out, Poolse media.
Dit was de collectie van de enige speler die ooit de treble pakte. Dus zowel landskampioen werd als de beker won als Champions League. En in elke competitie ook nog eens topscorer was. En met recht is hij vorig jaar verkozen tot beste voetballer ter wereld. Nou, op zijn horlogecollectie hebben we ook weinig af te geven. Hij was lekker op dreef. Hoewel ik benieuwd ben naar jullie mening. En of er ook niet stiekem ergens een Rolex toch wat tussen past. Ik ben benieuwd wat jullie vinden. En uiteraard waarvan jullie willen dat we volgende collectievideo maken. En waarvan jullie de horloges willen zien. Dat wilde ik zeggen, maar dan met een dubbele tong. Hartstikke bedankt voor het kijken. Oftewel, pasto jinguie.